Goedemiddag en welkom op alweer onze derde sessie van vandaag van de IDRI Gebruikersdag. We hebben al een sessie basistools gehad en we hebben ook een sessie over tips en tricks met IDRI LearnUp, waarin zowel Olly, Ann als Gert ons hebben meegenomen in de wereld van IDRI. Nu heb ik weer al een andere leerkracht die jullie aan het woord gaat, die ik aan het woord ga laten voor jullie, sorry. En dat is Jordi. En Jordi gaat jullie meer vertellen over de activiteitenbouwer. Een leuke tool waarmee dat jullie een soort van gaming kunnen doen, maar ik laat het woord volledig aan Jordi. The floor is yours. Oké, ook langs mijn kant. Goedemiddag iedereen en welkom op deze derde sessie van de IDRI Gebruikersdag. Misschien even kort mijn achtergrond vertellen. Mijn naam is Jordi van Boven. Ik ben leerkracht in de stedelijke basisschool Sportomundo in Antwerpen. En ik geef les in het vijfde leerjaar lager onderwijs. Ik ga jullie zoiets wat meer vertellen over de activiteitenbouwer. Ondertussen ga ik wel mijn videocamera even uitzetten. Dan kunnen jullie volledig focussen op het scherm. Goed, we gaan direct van start met de activiteitenbouwer. En wat is de activiteitenbouwer nu? Dat is eigenlijk een hele handige tool waar je eigenlijk in spelvorm zeer interactieve lessen kan bouwen met uw kinderen. Ja. Je kan deze eigenlijk in verschillende spelvormen gebruiken. Je kan ze bedienen zowel met een toetsenbord als met de interactieve schermen van IDRI of met de IMO Learns, inclusief een MDM-module. Dat is iets dat ik in mijn klas heel vaak gebruik. Deze zijn voor verschillende spelers, dus het is niet dat er maar één leerling tegelijk kan werken. Je kan met verschillende leerlingen tegelijk werken. En het grote voordeel hieraan is dat dit eigenlijk toepasbaar is voor alle vakken. Je kan het zowel toepassen voor wiskunde, waar ik het heel vaak voor gebruik, is voor Frans bijvoorbeeld. Maar ook voor wetenschappen en techniek als Nederlands spelling komt het bij ons wel heel vaak voor. Dan ga ik direct een kleine demo geven van drie van de modules die ik gekozen heb uit de activiteitenbouwer, omdat dit ook de modules zijn die ik het vaakst gebruik. En waar je ook eigenlijk het snelste mee weg bent, die het snelst vertrouwd zijn. De eerste is de woordzoeker. En dit is er één dat ik zelf in mijn klas reeds gebruikt heb. Normaal gezien zouden jullie daar straks bij de knoppentraining reeds uitleg hebben moeten gekregen over de knoppen die onderaan staan. Als je een activiteit wil bedienen, is het altijd belangrijk om het pijltje in het andere scherm te gebruiken. Anders kan je de activiteit met de muis niet bedienen. Dit is bijvoorbeeld een Franse woordzoeker dat ik gemaakt heb. En wat kunnen we direct zien? Er staat een afbeelding. In dit geval weet ik natuurlijk wat er moet komen. Er moet zus komen in het Frans. En dat kunnen we doen door gewoon op de letters te tikken. Of, jullie kunnen dat niet zien, maar met mijn toetsenbord kan ik ook letters kiezen. Of indien ik hier een IMO zou hebben staan met een MDM-module, zou ik deze ook kunnen gebruiken om het woord te vormen. Het juiste antwoord is gegeven en ik ga ineens naar de volgende vraag. Nou, dit is dan bijvoorbeeld weer correct in het Frans of vrai. En zo kunnen we enkele woorden doen. Moesten we nu een woord niet weten, kunnen we een woord gewoon overslaan. En dan staat er hier ja, de helft van bonjour kunnen we lezen. Dus kunnen we weer al met het scherm of met het toetsenbord vooruit gaan. Waarvoor gebruik ik deze woordzoeker eigenlijk heel veel? Dat is voor Franse woordenschat aan te passen, aan te brengen. En waar heb ik het ook al voor gebruikt? Voor in Antwerpen hebben wij heel vaak mee te maken, zijn anderstalige nieuwkomers, waar wij op deze manier de basiswoordenschat eigenlijk gaan aanleren. En hoe doe ik dat nu concreet? Ik ga een klein voorbeeld laten zien van bijvoorbeeld mijn eerste lessen Frans tijdens het schooljaar. Dan zouden jullie bij de tips en tricks ook al geleerd moeten hebben om de wisser te gebruiken. En dan ga ik eigenlijk mijn Franse woorden op een magische manier tevoorschijn laten komen. En dan laat ik zien van, ah kijk, dit zijn de woorden waar wij nu vandaag mee gaan werken. Die komen er dan heel snel op.
En dan ga ik eigenlijk samen met de kinderen een woordzoeker maken. Ik moet er wel bij vertellen, een woordzoeker maak je best altijd op een lege pagina, of elke activiteit maak je best op een lege pagina. Maak je dit hierbij, ga je altijd zien dat de tekst op de voorgrond komt. Dus best even een lege pagina gebruiken. Waar staat nu al onze activiteiten? Die staan van onder bij deze drie knoppen. Staan hier bij de IMO. Als we daarop klikken, kunnen we al onze activiteiten zien. Ja. Wil je een klein beetje meer uitleg, kan je altijd nog op het klein i'tje duwen of de informatie. En dan krijg je een klein beetje extra informatie. We gaan de woordzoeker aanklikken en we klikken op maak activiteit. In dit geval ga ik een woordzoeker maken voor Frans. Waar is dat belangrijk? Dat ik hier de Franse taal selecteer. Dan gaat hij ook automatisch de woorden die ik typ herkennen. En dan kan hij ook op deze manier makkelijker afbeeldingen vinden. Zou ik dit voor Nederlands maken, dan zet ik hem natuurlijk in het Nederlands. Maar in dit geval geef ik een voorbeeld voor een Franse les. Dan krijgen we dit scherm. En eigenlijk is het vanaf hier heel makkelijk, want bij woorden kan ik gewoon het woord ingeven dat ik wil. Wij zijn bijvoorbeeld nu bezig bij Frans met enkele kledingstukken. Dus als ik bijvoorbeeld een jupe zou schrijven en ik duw op enter. Oei, een eetje vergeten. Even terug een nieuw doen. Voilà. Een jupe. Dan kan je zien dat hij automatisch een afbeelding eigenlijk suggereert. Ik vind deze afbeelding wel goed, dus ik kan hier op het pijltje. Vind ik deze afbeelding niet goed, dan duw ik op het kruisje uiteraard. Een andere afbeelding bijvoorbeeld. Zo, het tweede woord. En ik doe op enter. Bij deze gaat hij geen afbeelding suggereren. Wat kan ik dan doen? Afbeelding toevoegen. Heb ik twee mogelijkheden. Ofwel ga ik op mijn computer zoeken. Maar eigenlijk de meest eenvoudige en meest intuïtieve oplossing is zoek op het internet. Dan gaat hij mij alle woorden van pantalon geven dat ik heb gevonden. Ik vind bijvoorbeeld deze wel een goede. En ik kan hier op het plusje duwen. En dan kan je hier in de preview weer zien dat het woord erbij komt. Wil je nu een kleine preview van wat je al gemaakt hebt, kan je hier op het oogje duwen. We gaan het even bij deze twee woorden laten. Dan duw ik op het groene pijltje om een stap verder te gaan. Onderaan kan je ook altijd volgen waar in je activiteitenbouwer je bezig bent. Nou, het eerste dat we moeten doen is onze opdracht een naam geven. Ik noem nu even gebruikersdag demo woordenzoeker. En wat ik altijd doe, is ik zet alle drie de mogelijkheden aan. Ik kan ervoor kiezen om enkel de IMO Learn te gebruiken, enkel het toetsenbord of enkel via een touchscreen. Maar als je alle opties selecteert, kan je eigenlijk eender welke optie kiezen. Dan kan je zowel met een IMO en met MDM spelen, het toetsenbord gebruiken of gewoon via je interactief touchscreen te bedienen. Aantal spelers kan je hier kiezen hoeveel je er tegelijk wil laten spelen. In dit geval, ik kies meestal 4. En dan kan je nog kiezen, moet ik een tijdslimiet hebben of niet? In dit geval ga ik kiezen voor geen tijdslimiet. Gaan we weer een stapje verder. Kunnen we nog zeggen waar het in de marktplaats terecht gaat komen? Of voor wie deze activiteit gebouwd is? In dit geval is het voor het primair onderwijs. Mijn leeftijd ligt tussen de 6 en de 12 jaar. En dan ga ik verder. Hier kan je de instellingen nog bekijken van hoe je de antwoorden moet geven met een IMO. En als we dan verder gaan, komen we bij het thema dat we kunnen kiezen. We kunnen hier eigenlijk de layout een beetje kiezen van hoe het eruit ziet. Wil ik bijvoorbeeld een andere layout, een andere kleurenkeuze,
kan je die hier aanpassen. Je kan zelfs ook verschillende thema's kiezen. Als ik bijvoorbeeld een ruimtethema wil, kan ik hier de kleuren ook nog aanpassen. En dan kan je zien aan de achtergrond hoe deze er gaat uitzien. Zo, en bij deze heb ik mijn activiteit gemaakt. En ik krijg direct een pop-up om mijn IMO-blok in de juiste volgorde. Ik heb hier momenteel geen IMO bij mij, dus ik ga dit even wegklikken. En dan kunnen we kijken wat we juist gemaakt hebben. Dus we wisten dat dit woord pantalon moest zijn. Ik ben het even met het toetsenbord aan het doen. En dan kunnen we zo het woord heel eenvoudig invullen. Moest ik nu gekozen hebben om er een tijd op te zetten, kon ik deze hier onderaan in het scherm ook nog zien lopen. De L, de O en de N. Ik heb nu een voorbeeld gegeven voor Frans, maar je zou dit inderdaad bij verschillende thema's kunnen doen. Bijvoorbeeld bij wetenschappen en techniek kan je het op verschillende thema's toepassen. Of zoals ik het al gedaan heb voor anderstalige nieuwkomers met basiswoordenschatten die met school te maken heeft, zoals bank, stoel, zelfs jongen, meisje, meester, juf. Dit kunnen we heel eenvoudig toepassen. Tot zover de woordzoeker. Dit is één van de verschillende onderdelen. Gaan we naar een andere, dat is de meerkeuzevraag. En deze meerkeuzevraag is ook weer een hele simpele tool. Deze heb ik nu alleen maar ingesteld om met een IMO-blok te kunnen spelen. Dit is een klein foutje geweest toen ik deze ooit gemaakt heb. Maar je kan zien, de symbolen van een IMO-blok, die komen mee op de vraag te staan. Dit is nu weer een Franse woordzoeker. Ah, leg het juiste symbool naar boven. Dus een neus, is het un nez of un nez? Dan moeten de leerlingen bijvoorbeeld het oranje symbool naar boven leggen. En dan zal er opkomen dat zij moeten schudden met de blok tot het antwoord volledig groen wordt. Dan krijgen zij hieronder een progress bar waar ze kunnen zien of ze het genoeg geschud hebben, ja of nee. Dan krijgen zij dit te zien. En dan gaan we naar het volgende woord. Waarbij pas ik dit bijvoorbeeld toe in mijn lessen? Even terug de muis aanklikken, anders kunnen we het niet gebruiken. Ook wederom voor de Franse woordenschat is het heel fijn. Maar ik gebruik dit ook voor wetenschappen en techniek bijvoorbeeld. Wanneer er simpele jaartallen zijn. Of wanneer we bezig zijn, we zijn bijvoorbeeld bezig met mijn plastic vrij nu. Welke soorten plastic er allemaal zijn en hoe lang deze duren om op te lossen in de oceaan bijvoorbeeld. Of waar kan je het nog voor gebruiken, wat ook wel een fijne is. Bijvoorbeeld Nederlands spelling bij de verschillende i-woorden. Bij ch of bij een g. Bij woorden die we uitspreken als een c, als een s of als een k. Eigenlijk hoe ver je maar kan denken. Ga ik ook even laten zien hoe deze in elkaar zit. Kunnen we terug naar beneden gaan naar onze activiteitenbouwer. En daar kunnen we dan kiezen voor de meerkeuze. Ook weer hier, moesten we extra informatie willen, kunnen we hier op het i'tje klikken natuurlijk. Klik de meerkeuze aan, maak activiteit. In dit geval zal ik er één maken voor Nederlands spelling. En kunnen we direct zien wat het wordt. Eerst moet ik een vraag invoeren. Ga ik bijvoorbeeld C, of zo, of K gebruiken. Hoe moeten we het uitspreken? Wordt het dan... We gaan het een iets makkelijker vraag maken. Je moet op een voorbeeld kunnen denken ook. Bijvoorbeeld, gaan we kiezen uit 8, want dat is het juiste antwoord. Dat kan je ook zien aan de groene balk. Of wordt het 8? Moeten we het zo schrijven? Ja. En dan kan ik deze vraag toevoegen. Bijvoorbeeld, terug dezelfde vraag. Gaan we of G moeten invullen.
Kunnen we hier bijvoorbeeld select, want dit is de juiste versie. Kunnen we deze. Maar wil ik nu nog een extra fout antwoord toevoegen, kan ik hier nog op de enterknop duwen. En dan kan ik bijvoorbeeld deze nog toevoegen. En zo kunnen we verschillende woorden toevoegen. Wil ik nu een extra vraag toevoegen, bijvoorbeeld één dat er in dit geval niet met CH of met G is, kun ik deze ook heel eenvoudig toevoegen, want bovenaan komt elke keer de vraag ook bij. Dus kunnen we bijvoorbeeld café schrijven, de juiste, en café in de niet juiste vorm. Zo hebben we bijvoorbeeld al 3 rondes gemaakt. En natuurlijk, ik kan weer een vraag toevoegen. Hier, als ik op het oogje klik, kan ik weer een preview zien van wat ik gemaakt heb. En gaan we weer naar de volgende. Ook hier ga ik een naam moeten geven. Ga ik weer moeten aanklikken voor welke bediening ik het wil. Hoeveel spelers en of ik een tijdslimiet wil. Ja, dan nee. Ik heb mijn naam gekozen. Zoals ik daarjuist al zei, ik klik altijd alle opties aan. Dit is voor mezelf eenvoudiger. Dan weet ik, als mijn IMO-blok bijvoorbeeld niet opgeladen is, of ik ben hem vergeten op te laden, kan ik het gewoon via mijn interactief touchscreen spelen, of zelfs het toetsenbord op de computer van de leerling. In dit geval terug 4 spelers. En we zullen even de stopwatch nemen, dan weten we hoe lang de leerlingen bijvoorbeeld aan deze vragen bezig geweest. Onze marktplaatsfilters gaan we terugzetten op het primair onderwijs, 6 tot 12 jaar. En dan kunnen we verder. Hier ook zullen we zien dat de instellingen van de IMO gekozen kunnen worden. Ik laat deze altijd op standaard instellingen staan. En ook hier weer kunnen we een verschillende layout kiezen of kunnen we de verschillende kleuren kiezen. Ook hier weer kunnen we weer kiezen voor een zeethema. Als je bijvoorbeeld rond dieren in de zee aan het werken bent, of rond zoogdieren, kan je dan kiezen voor dat thema te gebruiken. Duw ik op het vinkje, ben ik weer klaar. Je krijgt ook altijd, als je met de IMO-blokken werkt, een kleine overview van hoe het gaat werken. Dus bijvoorbeeld, de leerlingen kunnen zien, ik moet schudden met mijn IMO om het antwoord te bevestigen. Nu gaan we kijken. Was het CH of G? Je ziet, daar juist heb ik 8 gekozen als juist antwoord. Dat wil niet zeggen dat dit per se op de eerste plaats komt. Dit kan op een andere plaats komen ook. Ik heb nu gewoon simpel op de deze geklikt, omdat ik geen IMO heb. En je kan hierboven zien dat ik deze aangeklikt heb. Bovenaan rechts kunnen we nu ook zien dat de timer aan het lopen is. En dan duwen we op. Check om te kijken of het juist is. En dan heb ik het juist. Bij de tweede vraag had ik verschillende woorden ingegeven. Had ik meerdere foute opties ingegeven. Bijvoorbeeld kan ik nog altijd alles aanklikken. Duw ik nu hier ook op check. Zie ik dat mijn rood werd omdat ik speler 1 ben. En dat het juiste antwoord groen werd. Dit kunnen we ook weer toepassen voor heel veel verschillende onderwerpen. En dan heb ik nog een laatste die ik graag zou voorstellen. Dit is ook een dat de mensen wel heel fijn vinden, dat is de memory. En ik merk dat de kinderen eigenlijk voor verschillende leeftijden hier ook weer heel snel mee weg zijn. Dit is bijvoorbeeld een hele simpele dat ik gemaakt heb. Ook bij deze kan ik gewoon de prentjes aanklikken. Of kan ik met het toetsenbord werken? Ook een IMO met MDM, maar deze heb ik hier momenteel niet bij mij. Klik ik op het eerste printje, kan ik bijvoorbeeld met een steenkoolmijn. Ga ik even moeten kijken? Nee, deze is dus niet juist, dat was niet de steenkoolmijn. De tweede? Weer niet juist. De fabriek heb ik bijvoorbeeld al wel ergens zien staan. En dan wordt deze groen. Bovenaan wordt ook mijn score bijgehouden om eenvoudig te kunnen zien. Dit is bijvoorbeeld
over de nieuwe tijden van wetenschappen en techniek, dat we er eentje gemaakt hebben. Bij wat kunnen we dit nu toepassen, of waar pas ik het heel vaak voor toe? In het begin van het schooljaar pas ik dit toe bij procenten en bij breuken in mijn klas, waar ze bijvoorbeeld 0,2 moeten verbinden met 2 tiende, of bijvoorbeeld 20%, dat ze dit zo kunnen combineren met elkaar. Of wat ik bijvoorbeeld bij collega's al gezien heb, is sommen tot 10 of tot 20, die eigenlijk bijvoorbeeld heel simpel worden voorgesteld vooraan. Of waar gebruik ik het nog voor, ook weer al bij wetenschappen en techniek, bij themagebonden materiaal. Ga ik deze ook weer nog even demonstreren. Gaan we terug, zoals bij alle anderen, onderaan naar ons IMO-blokje. En kunnen we hier kiezen uit de memory. Nogmaals, als je nog extra vragen hebt, kan je altijd op het i'tje duwen. Gaan we deze activiteit aanmaken, terug in het Nederlands. En dan heb je hier de mogelijkheid om twee dingen die bij elkaar horen toe te voegen. Bijvoorbeeld, we zijn nu juist een thema gepasseerd over de nieuwe tijden. En een van deze woorden was karakveel. Kan ik hier bijvoorbeeld kiezen om toe te voegen uit een woord of een afbeelding. Ik ga nu het woord toevoegen. Mijn I3 Learn Hub geeft weer al een voorbeeld. Ik vind deze wel oké, dus ik ga dit voorbeeld houden. Heb ik bijvoorbeeld fabriek, wat ook voorkwam, ga ik weer het woord toevoegen. Krijg ik deze. Vind ik deze nu niet goed, duw ik op het kruisje, kan ik op het internet zoeken naar een ander voorbeeld. Even zoeken. En mijn internetverbinding is even niet zo goed, maar dan kan je terug een afbeelding laden. Hier kan je ook weer kiezen hoe bijvoorbeeld collega's dat al hebben zien doen. Als je bijvoorbeeld 0,30 intypt, krijg je een heel vreemde film van een wiskundeoplossing bijvoorbeeld. Maar kan je kiezen om op je computer bijvoorbeeld een afbeelding te hebben van 3/10 of van 30/100 of van 30%. Om zo deze te linken aan. Wil je nu een nieuwe ronde toevoegen, kan je dat ook heel simpel door gewoon een volgende ronde in te geven en bijvoorbeeld een ander thema te kiezen. Gaan we deze met deze twee even verder. Drukken we terug op de groene pijl. Weer hetzelfde, zoals altijd, eerst een goede naam geven. Denk je aan dat je een goede naam geeft, want daardoor kan je hem ook op de marketplace op de marktplaats daarna terugvinden. Ga ik even deze aanpassen. Zo. Wederom klik ik alle drie de mogelijkheden aan. Just to be safe, om veilig te zijn, moest er iets niet werken. Of moest ik bijvoorbeeld mijn IMO met MDM niet hebben opgeladen. En kan ik hier bijvoorbeeld een countdown kiezen voor hoe lang, maar ik ga voor geen tijdslimiet, omdat dit meestal gebruikt wordt voor de iets jongeren. Zijn we terug in mijn leeftijdscategorie van 6 tot 12 jaar. Duwen we terug op het groene plaatje. Wederom de standaardinstellingen van de IMO. En ik ga deze keer de basic stijl, de huisstijl gebruiken. Krijgen we weer een korte intro over hoe dat we bijvoorbeeld moeten kiezen met onze IMO-blok. Ook weer het schudden komt aan bod. Hoe dat je naar de tweede kolom gaat, komt allemaal aan bod. Bovenaan komt er ook weer op wat je moet doen met een IMO-blok. Maar met het toetsenbord bijvoorbeeld kan ik gewoon klikken. Je zal zien, doe ik bijvoorbeeld nu op Enter, dan gaat mijn mannetje verspringen van hierboven naar hier, omdat ik dan nog normaal naar boven of naar onder kan. Omdat ik nu te weinig antwoorden heb ingegeven, of te weinig combinaties heb ingegeven, heb ik maar één kolom, dus kan ik niet naar boven of naar beneden. Druk ik terug op Enter. Krijg ik mijn karveel, moet ik even zoeken of ik het juist heb. En een beetje
pech, maar ik heb het niet juist. Kunnen we nog een keer proberen om te zoeken. En zo kunnen we het spel wederom spelen. Nu, ik hoor jullie zeggen, ah, dat is wel heel fijn, maar er kruipt toch iets te veel tijd in. Of ik heb misschien in het begin nog niet zoveel inspiratie. Wat kan je dan doen? Alle activiteiten die gemaakt worden, komen ook op de marketplace. En daar kan je eigenlijk uit kiezen en misschien wel inspiratie opdoen om je eigen activiteit te maken. Gaan we naar onze bibliotheek of onze boekjes die hieronder staan. En gaan we naar activiteiten. Daar kunnen we zien, ik ben nu in de publieke bibliotheek aan het zoeken. Je krijgt ook elke keer een klein voorbeeldje van welk spelletje het juist is of welke activiteit het juist is. En waarom is het nu zo belangrijk om een goede naam te kiezen? Als je een minder goede naam kiest, dan komt dit ook zo in de marketplace. Ik kan bijvoorbeeld ook kiezen uit mijn listmateriaal, uit wat ik allemaal gemaakt heb. Maar wij gaan nu eentje kiezen uit de publieke bibliotheek. Van de verkeersborden, als ik het niet verkeerd heb, heb ik deze gisteren getest en was dit wel een hele fijne activiteit. Ook hier krijg ik eerst het voorbeeld wat ik moet doen. Ga ik even wegklikken. En moet ik de objecten suite in de juiste categorie zetten. Hier kan je bijvoorbeeld zien dat we met een timer gewerkt hebben om de verkeersborden zo dadelijk in de juiste kolom te laten vallen. Je kan dus kiezen ofwel de linkse kolom ofwel de rechtse kolom. En ik denk dat de eerste is leeggelaten, want daarna beginnen de verkeersborden te vallen. Zeg je nu van deze activiteit is toch niet wat ik zo wou, kan je nog altijd verder gaan. Bijvoorbeeld een lesgalletje over Frans, spelling, volgens mij een les over farao's. Verschillende mogelijkheden zijn er. Deze kan je allemaal vinden in de publieke bibliotheek. Dus alles wat iedereen gemaakt heeft in het Nederlands komt daar ook in te staan. Dit was eigenlijk alles wat ik te vertellen had over de activiteitenbouwer. Ik heb jullie er drie laten zien. Ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen inspireren om de activiteitenbouwer toch eens uit te proberen, want het is wel een hele, hele fijne tool om te gebruiken. Ik gebruik hem zelf heel vaak in de klas en ook zoals je hier kan zien, het is misschien niet zo'n duidelijk voorbeeld, maar gebruik ik hem redelijk veel in hoekenwerk. Ook een hele simpele manier om de leerlingen interactief met leerstof te laten bezig zijn en wat ik het grote voordeel vind aan de IMO's met een MD-module, is dat ik dan het bewegend leren ook nog eens extra in de kijker zet. Ik hoop dat jullie er iets van hebben opgestoken en dat er toch een interesse is geprikkeld om toch eens te proberen met de activiteitenbouwer iets te maken. Dan denk ik dat het nu tijd is om het woord terug aan Anneke te geven. Dan kan zij deze sessie afsluiten. Dan wil ik jullie alvast in mijn naam nog bedanken voor jullie aanwezigheid. Jij bent bedankt, Jordi. Je hebt dat super, super gedaan. Ik denk dat je op deze manier zeker de leerkrachten hebt geïnspireerd om ermee aan de slag te gaan.